Het nieuws in 1 minuut. Een 2,5-jarig jongetje uit Hardenberg is om het leven gekomen nadat hij op een stelling van een molen in Radewijk was geklommen. De jongen kreeg vervolgens een klap van de molenwiek. Het slachtoffertje was ontsnapt aan de aandacht van zijn vader en kwam op de gevaarlijke stelling terecht. De historische panden van de oude glasfabriek in Kampen blijven mogelijk toch behouden. GroenLinks en de stichting Stadsherstel in Kampen zien mogelijkheden om onder meer appartementen en een hotel te vestigen. Een wielrenner uit Almelo is net buiten Zenderen overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Door onbekende oorzaak kwam de wielrenner ten val. Hij kwam gedeeltelijk onder de vrachtwagen terecht. Het MST in Enschede houdt eind oktober een congres over de kwestie Janssen-Steur. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaringen onder alle partijen die met de zaak te maken hebben gehad. Oud-neuroloog Janssen-Steur heeft jarenlang opzettelijk verkeerde diagnoses gesteld bij patiënten van het MST.